Ladies and gentlemen, introducing Tajani, the Wonder Boy, Bestati. Die office. Hard work, dedication. Hopelijk kunnen we snel weer vechten. En we trainen ons kapot. En we hebben er zin in. En na de Ramadan gaan we helemaal knallen. Of niet, Brandon? Hm? Na de Ramadan is gezegd, bro. Is gezegd, ik wil het niet horen, bro. Weet je wat het is? Ik slaap nu een beetje slecht, toch? Als ik nog slaap goed is, mijn dieet goed is, dan zit alles goed, bro. Ja, ik zeg je eerlijk, man. Maar ik heb er zin in, bro. Een keihard trainen. Maar dan maakt het ook niet uit hoe laat we trainen. Snap je wat ik bedoel? Ja, klopt. Nu bro, weet je wat ook is, bro? De vibe is gewoon top, man. Ja, man. De vibe is nu goed. Nu, zelfs nu, bro. Yeah. Weet toch, we poweren elkaar allemaal. Bro, dat is daily. Daarom. Goed zo, Jan. Tikker. Terug. Lekker hoor. Heel goed, jongen. En zo verwisselen gaan we zo meteen nog één keer doen. Gaat wel makkelijk, hè? Je bent een soldaat. Huh? Ja, mijn broer. 5-4. Oké. Moment. Nee, het is goed. Moment. Nog eentje, toch? Ja, dat is winnen. Deze is zo maar. Hé, nee, jongens, letten jullie alsjeblieft op. Nee, ja. Let op, dat is goed. Hoeveel staat er? 5-5. Winnende. Winnende. Oké. Zie hoe gespannen die Jani is. Ontspan. Champ. Shit. Hoeveel staat die potje? 3-3. Heb je drop of niet? Heb je drop? Oh, hij is daar. Fuck it, ik hou van kickboksen. Ik zeg, kom uit Rotterdam, is voor mij een uur en 20 minuten rijden ongeveer. Ik heb me voorgenomen dat ik 2 keer per week ga komen. Omdat ik merk dat de energie van de groep gewoon lekker is. Weet je, ik train met bekenden zoals Tijani, die ken ik ook al jarenlang. Heb ik ook op gala's meegestaan en ik ken die mannen van way back. Dus dan is het ook fijn trainen, zeg maar, met elkaar. En, je hebt dezelfde missie, dezelfde doelen, dezelfde visie. Dus dan bouw je er ook samen naartoe. En Deon's positiviteit en energie is natuurlijk top. En dat is wat iedere vechter nodig heeft. En vooral ik. Ik merk wel, zeg maar, dat ik een beetje getriggerd moet worden. Dus deze gym is voor mij de juiste locatie, de juiste plek.
Yo, what's up guys? I just finished my training at Visual Motion. We have great news. I'm going to fight again. World title fight at Glory 78 in Ahoy Rotterdam, July 17th. I'm ready. I can't wait. I improved a lot last year during this pandemic and, you know, all this stuff going around in the world. I'm more mature. I can't wait to show you guys. I'm gonna take you guys with me. I'm ready. I can't wait. And let's go. Hard work, dedication. We zijn er weer. July 17, Glory 78, world title fight. My time now. No cap. Six weeks out. Hard work, dedication. Strap season. Gyms are back open. Oh, I can't wait. Glory 78. Shut up! 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 Oké jongens, 17 juli wordt oorlog. Ik garandeer jullie dat Tijani is ready. Als dedication een persoon zou zijn, zouden jullie naar Tijani moeten kijken. Een jaar lang, voordat hij wist dat hij moest vechten, is hij hier aanwezig. Soms, zelfs twee keer per dag, terwijl hij niet eens wist of hij zou moeten vechten of niet. Maar hij had altijd het geloof erin dat het zou gebeuren. En nu hebben we drie, vier weken geleden te horen gekregen dat die partij komt voor de belt, voor de titel. En die jongen is on fire. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij die belt mee naar huis gaat nemen. Hij is ervan overtuigd. En om een lang verhaal kort te maken, we hebben het eigenlijk al lang gevisualiseerd. Alleen 17 juli gaat het werkelijkheid worden. That way, the only way.